Hier gaat iets niet helemaal goed. Tijd voor de toolbox tip. Werken in het donker brengt risico's met zich mee. Je kunt moeilijk oogcontact maken met je collega's. En je loopt het risico dat anderen je niet zien. Hoe werk je veilig in het donker? Check voordat je vertrekt je machine. Doen alle lampen het? Nee. Repareer de verlichting voordat je vertrekt. Zijn de reflectoren en contourmarkering schoon? Nee, maak ze dan schoon. Zorg dat je in het donker kunt zien en dat jij zichtbaar bent voor anderen. Gebruik een hoofdlampje. Let op dat je collega er geen last van heeft. Neem een zaklamp mee. Draag schone signaalkleding. Dat wil zeggen een broek en een jas met reflecterende strepen. En rijd zoveel mogelijk vooruit. Je koplampen geven meestal meer licht dan je achterlichten. Gebruik het gele zwaailicht op de juiste manier. Als je machine, inclusief lading, breder is dan 2,60 meter, zet je het gele zwaailicht aan. Ook bij gladheidsbestrijding en sneeuwruimen gaat het gele zwaailicht aan. Als je langs de weg werkt, staat het zwaailicht uit. Je werkt dan voor een knipperend actieraam. Je gebruikt het gele zwaailicht alleen als je het werkvak in- en uitrijdt. Gebruik het zwaailicht niet onnodig. Als je het zwaailicht onnodig gebruikt, wordt het niet meer serieus genomen en schiet het zijn doel voorbij. Dus, werk veilig in het donker. Check, voordat je vertrekt, de lichten en de reflectoren van je machine. Draag schone signaalkleding. En gebruik het gele zwaailicht op de juiste manier.